sparen. Ik zal het even zo makkelijk als ik erover denk, zo makkelijk als ik het getekend. De meeste woonhuizen hebben een douche voor het toilet. Als je een dubbele douchebak maakt, of een dubbele bodem, dat is los in de toekomst dat ik op zoek naar iemand die in deze vloer praat, standaard iets kan maken. Ik heb nu al 2 jaar lang in mijn huis een dubbel plafond. Hierin heb ik 60 liter waterafslag, kan ik 8 keer het toilet niet doorspoelen. Op jaarbasis levert dit 20 kub water op. Ik denk dat dit veel verder nog te ontwikkelen is om nog meer water te besparen. Dit systeem dat ik nu in mijn huis heb kost ongeveer 150 euro om in te bouwen. Moet ik even erbij zeggen dat ik het zelf gemaakt heb. Dus aan tijd denk ik dat er nog wat kosten bij komen. Water hoeft dus nu, ja, je hebt veel minder water dat gezuiverd hoeft te worden in de installaties. En water wordt steeds duurder, dus zo makkelijk als ik het moet zeggen, hoop ik en denk ik dat het is. En een voordeel is, je hebt geen pompsysteem nodig om het terug te pompen. Je moet het op de hoogte houden. De zwaartekracht doet zijn werk, het valt vanzelf al naar beneden. Je hoeft het dus niet onder de grond te doen, eerst in bakken opvangen en dan weer terug te pompen. Dit is mijn verhaal.